Hi, ik ben Saar Koningsberger, trots ambassadeur van het Vergeten Kind. In deze serie ga ik in samenwerking met Perso in gesprek met leuke bekende mama's over veilig opgroeien, kansen en het ontwikkelen van talenten van opgroeiende kinderen. En dat is helaas nog niet zo vanzelfsprekend. In deze aflevering Lisette Greven. Lisette, hey. Fijn dat jij er bent. Thanks, leuk dat ik er mag zijn. Ja. Hey, eigenlijk is het natuurlijk best wel bizar dat in een land als Nederland het alsnog niet vanzelfsprekend is dat een opgroeiend kind de kansen krijgt die het verdient om zijn of haar talenten te ontwikkelen, toch? Ja, ja. Hoe was jouw jeugd? Hoe ben jij opgegroeid? Ik ben opgegroeid in een best wel klein dorpje, Raalte. Ja. En in het oosten van het land. En daar was het natuurlijk wel heel erg zo van, doe maar normaal, dan ben je gewoon al gek genoeg. Dus het was gewoon allemaal niet zo spannend. Maar als je het hebt over doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Misschien had jij juist wel zin om gek te doen. Ja, tuurlijk. Ik wou natuurlijk gewoon, zo ben ik geboren, al meteen een hele ander soort kleren aan bijvoorbeeld dan wat iedereen aan had. Dus ja. Dat was altijd best wel een ding. En, dat werd gewoon niet zo begrepen. Nee, voelde je een beetje outsider? Nou ja, niet per se outsider, maar ik wist gewoon altijd wel van dat ga ik toch even anders doen zodra ik wat ouder ben. En dan regel ik het zelf wel even, zeg maar zo. Oh ja. Ja. En hoe was dat binnen het gezin? Ja, mijn ouders die houden helemaal niet van mode. Echt totaal niet. Nee. En dus die begrepen daar helemaal niks van. Die dachten, wat is dit allemaal? Dus ik moest er best wel mijn best voor doen. Best wel voor vechten om dat gewoon allemaal te kunnen doen. Maar uiteindelijk maakt dat je ook wel sterker. Jij bent mama van 3. Ja, hoe cool is dat? Dat is mega cool. 3 kinderen. Ja. Ja. Dochter Zoe ja. van 8. En een zoontje van 5, Fik. En ja. Net een baby van 3 maanden, Sammy. Met 3 is het ook wel heel erg leuk, omdat je natuurlijk ook 3 verschillende individuutjes ja, hebt. Ja, ze zijn heel verschillend. Ja. Ja. Herken je dingen van jezelf in hen? Ja. Wat? Heel erg. Nou, dat is zo grappig, want ik heb nooit aan mijn dochter verteld dat ik vroeger altijd zei van ik wil groot zijn, want dan kan ik mijn eigen dingen regelen. En zij zegt het gewoon letterlijk. En mijn moeder die keek me ook aan, die zei, nou, ik heb gewoon een déjà vu. Dus gewoon, oh, ja? Zij heeft dat ook heel erg. Was jij als kind een beetje een smeerpoetsje? Nee. Ik was echt wel netjes. Ja? Dus ik was zelf, zeg maar, dat als ik ging vingerverven, zei ik, mam, mijn vingers zijn vies, zeg maar zo. Een beetje smetvrezig heb ik steeds nog wel een beetje. Ja? Ja. Dus nee, ik was wel netjes. Dus als je ging buiten spelen, dan kwam je altijd gewoon zonder grasvlekken ja. Helemaal? Ja. Oh, ja. Wat relaxed voor je ouders. Voor mijn moeder, hè? Ja. Ja, dat scheelt wel. Ja, ja. Wat chill. Ja. Ja. En jouw eigen kids? Nee. Ja, maar je zegt ook wel net dat je een soort van ook een beetje smetvrezerig ja, bent. Ja, dat zet ik me voor hun echt overheen. Oh. Natuurlijk denk ik in mezelf, gadverdamme, dan heb ik weer een berg zand ergens liggen. Oh, daar word ik helemaal relaxed van. Ja. Maar ik vind het heerlijk voor hun. Ze moeten gewoon lekker helemaal nooit zorgen maken over vlekken of over bergen was die je ik weg moet stop draaien. Ik stop ze gewoon weer in bad en de wasmachine boeit allemaal niks. Nee, gewoon lekker vies worden. Hoeveel wasjes gaan er doorheen bij jou? Veel. Ik heb het idee dat jij je kinderen best wel een beetje vrij laat. Ja, klopt. Stuur je ze wel een bepaalde richting op of nee. Niet zo? Nou ja, nee. Gewoon de richting die zij willen. Zeg maar, het maakt me echt niet uit wat ze gaan doen. Gewoon dat ze blij zijn en gelukkig met zichzelf en doen wat ze zelf willen. En dan maakt het me niet uit wat het is. Want ik denk gewoon dat als je goed in je vel zit, dat alles wel komt. Geen pusher? Nee. Totaal niet. Ook niet ambitieus voor je kids? Nou, ik hoop gewoon dat ze heel gelukkig worden. Hey, stel jouw kids zitten op een sport bijvoorbeeld en er moet getraind worden of ze hebben een wedstrijd en ze hebben gewoon echt totaal geen zin. Ja. Hou je ze dan gewoon lekker thuis of ga je dan toch wel een soort van zitten pushen van ja, oké, maar hallo? Bijvoorbeeld zwemles. Dat is niet echt een sport en dat is ook niet echt een eigen keus. Maar dat moet ze natuurlijk wel halen. Ja. En dat is wel echt drama. Dat willen ze dan echt niet en dan... Maar dan push ik wel. Maar dat is gewoon omdat ik dan denk, even snel er doorheen, jongens, kom op, niet zo aanstellen. Dan zijn we er ook vanaf. Het Vergeten Kind heeft een jongerenraad. Zij heette de Unforgettables. En dat is een clubje van hele mooie mensen. Jongeren die zelf Vergeten Kind zijn geweest. En eigenlijk zijn zij de stem van onze stichting. En een van die Unforgettables wil jij ook een aantal dingen vragen. Hoi, ik ben Evie en ik ben lid van de jongerenraad van het Vergeten Kind. En ik heb een vraag. Wie of wat inspireert jou? Iedereen om mij heen.
Als ik, ja, gewoon, ik ben altijd aan het observeren en aan het kijken. En online ook natuurlijk. Ja. En offline ook. Dus alle mensen die ik zie. En de een vind ik heel leuk. En de ander denk ik, die inspireert me om het niet zo te doen. Dat kan ook. Heb jij het gevoel dat jij als kind alle kansen hebt gehad die je nodig had? Dat vind ik wel een moeilijke vraag eigenlijk. Want als je het zeg maar afzet tegen hoe de wereld nu is. In ieder geval als ik het vergelijk met hoe mijn kinderen opgroeien. Dan denk ik, nou, dan heb ik best wel wat gemist. Maar ik heb dat nooit zo gevoeld. Zeg maar, ik vind het ook wel helemaal prima. Want daardoor ben ik zo gestimuleerd vanuit mezelf om dingen te fixen. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. En het heeft je dus ook gewoon gevormd en je bent dus ook gewoon daar zelfstandig door geworden? Dat vind ik, ja. Dus ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Wat waren jouw talenten als kind? Ja, sowieso leuk aankleden en haren doen en dat soort dingen. Was ik altijd heel druk mee bezig, vond ik dat heel leuk. En gek op kinderen altijd al geweest. Ja? Ja, altijd oppassen en met kleine kinderen bezig zijn. Vond ik heel leuk ook, ja. Dat was ook wel een talent. Ik wou ook altijd heel graag moeder worden. Hebben jouw kids veel talent? Ja, ik vind ze nog wel een beetje jong natuurlijk om te zeggen dat het echt talent is. Maar ze hebben wel veel dingen die ze echt heel leuk vinden. Zo, je houdt bijvoorbeeld heel veel van dansen en heel veel van shoppen en make-up en tekenen en creatief en zo vindt ze echt heel leuk. Ja. En Fik vindt het bouwen en natuur en dieren. En die heeft heel veel weetjes waarvan ik denk, ik krijg ongeveer elke dag een spreekbeurt van. En dan denk ik, oh, daar heb ik ook weer wat geleerd. Oh, leuk. Hele leuke, brede interesse. Dus dat, het zijn gewoon dingen die ze leuk vinden. Maar ik weet niet of ze er per se heel goed in zijn. Maar dat vind ik ook niet zo erg, als je het maar leuk vindt. Wat is nou het belangrijkste wat jij aan je kids wil meegeven? Dat ze echt doen wat ze zelf willen. Gewoon scheid hebben en goed voelen bij zichzelf. Van, wat wil ik nou echt? En dat ga ik gewoon doen. En niet denken van dit verwacht iemand van mij, dus dat ga ik maar doen. Maar gewoon echt wat ze zelf willen. Maakt me echt niet uit wat, als ze maar doen wat ze zelf willen. Dat vind ik echt belangrijk. Mooi. Ja. Tof. Ja. Dankjewel, Lisette. Super leuk om met je in gesprek te gaan. En ook heel erg mooi om te horen hoe jij toch wel bezig bent met het creëren van kansen om je kinderen zo gezond mogelijk te laten ontwikkelen. Dus, thank you. Ja, jij ook bedankt. Leuk Fijn. Gesprek. Ja.